Maar wat mij wel de moeite waard leek vandaag is om te filmen dat wij een soort van groenteachtige kipnuggets gaan maken. En verder is er vandaag niks benoemenswaardig, dus dan kom ik een andere dag weer terug om mijn volledige eetdag te laten zien. Ja, daar gaan we nu de zoetaardappel in doen. Goed zo, dankjewel lieverd. Geef maar aan mama het zakje. Geef maar aan mama. Dankjewel. Dit gaan we even koken. En ik heb ook nog wat regenboogwortels in de koelkast liggen. En die moet ik opmaken. Dus ik denk dat ik die er ook gewoon doorheen ga doen. En dan iets van 3 stengeltjes bosui. Dan moeten er 2 eetlepels bloem bij. Het recept vraagt om kokosbloem, maar ik gebruik gewone bloem. Wat zout. Peper. 2 eetlepels olie. Uienpoeder en knoflookpoeder. Ik doe niet alles erbij, ik weet niet. Ik heb het gevoel, omdat er natuurlijk ook al wortel bij zit, dat het dan te veel wordt. En dan eten we die andere zoete aardappelblokjes er gewoon los bij, zeg maar. Dat is denk ik het beste. Dus ik heb nog wat blokjes over. Oké, dit is het resultaat en dit gaat nu in de oven. Volgens mij een half uur. Yes, schat. Oké, het heeft er nu een half uur ingezeten op 210 graden. Nou, het ziet er echt super uit. Het doet me heel erg denken aan viskoekjes qua textuur. Alleen dan zijn het eigenlijk kipkoekjes, maar het klinkt echt walgelijk. Ik heb hier die zoete aardappelblokjes. Ik heb er een gekookt ei bij gedaan. Voor mezelf ook een half gekookt ei. Heel erg random, maar ja, het is lekker en gezond, dus waarom niet? En ik had het liggen. En ik heb geen energie om nog iets anders erbij te gaan maken. Dus ik ga voor Tyler alvast een kleine stukjes maken, dat het kan afkoelen. Het ziet er ook echt gewoon sappig uit. En je kan deze ook invriezen. Het beste is dat je ze dus eerst bakt en daarna invriest. Dus niet rauw invriezen. Ik ga een beetje barbecue saus voor mezelf erbij doen. Nu is het tijd om een stukje te proeven. Oh, het is echt super lekker. Alleen had er net wat meer zout in gemogen, maar dat komt voor Tyler wel goed uit. Bij mezelf strooi ik er nog een klein beetje zout overheen, maar het is zo lekker. Het is sappig, die wortel proef je heel licht. Zoete aardappel proef je eigenlijk niet. Het smaakt helemaal niet naar groente eigenlijk. Het is echt onwijs lekker. Maar het zijn dus niet echt nuggets. Het is niet krokant. Maar ik denk als je het krokant wilt hebben, dat je ze dan eerst nog even in bloem kan wentelen. Dan in ei. En dan door broodkruimels. En dan krijg je echt meer nugget effect. Maar dit is dan wat gezonder, zeg maar. Mmm. Ik denk dat je dit ook kan doen met eigenlijk andere groenten die je hebt liggen. Bijvoorbeeld mais. Ik zou de mais wel even een beetje fijner hakken, denk ik. Want je hebt kans natuurlijk hoe groter je de groente laat, hoe meer je kans hebt dat het uit elkaar gaat vallen. Als je nog pompoen hebt liggen, gewone aardappel. Ja, je kan hier echt van alles doorheen doen. Wat ik ga doen is, ik ga volgende week weer kipgehakt bestellen. Want ik heb nu nog bosui over. En ik ga voor mijn eigen gemak dan al geraspte wortel bestellen als Picnic dat ook heeft. En dan bespaar ik mezelf zeg maar wat energie. En ik ga dit volgende week weer maken. Dit is zo onwijs lekker. Echt fantastisch. Love it. Maak dit alsjeblieft. Je krijgt hier geen spijt van. Dit zeg ik elke video, maar trust me. Good morning. Mijn koffie is klaar. Dit is eigenlijk altijd waar ik mijn dag mee begin. Cacao. Hey schat. Geef maar aan mama, lieverd. Dankjewel, schat.
Zo. Twee hartjes. Yay. Wat ik 's ochtends ook doe is gelijk zo'n hele fles water drinken. Puur omdat ik sowieso echt mega dorst heb 's ochtends. Als ontbijt ga ik deze raw pancakes maken van Clean Foods. Apple cinnamon. Er moet 140 ml water bij, maar ik gebruik melk. Dan wordt het net even wat ja, romiger of zo. Ik eet er wat skinny saus bij, salty caramel smaak, die is ook van Clean Foods. En dat is mijn ontbijt. Ik had net al stiekem een hap genomen en het is echt onwijs lekker, deze smaak ook. Dus deze is ook weer een aanrader. Even later is het tijd voor een lekker kopje thee. Ik heb deze van Clipper. A Bag of Earth Zen Again Infusion. Het is citroengras, eucalyptus en ginkgo. Heel erg lekker. En ik eet even als tussendoortje deze reep Hero Between. Deze is zonder toegevoegde suiker, wit chocola. En deze is zo lekker. 67 calorieën per reep. Het is een klein reepje. Hij proeft echt totaal niet suikervrij. Dus dit is echt een enorme aanrader. Oké, we zijn een paar uur verder en ik ga aan het avondeten beginnen. Ik ga nog even kijken hoe ik dit recept precies ga invriezen. Want ik ga denk ik de helft ervan vanavond eten en de andere helft invriezen. Het is namelijk een chicken pot pie. Klassieke Britse pie met kip. Op het allerhande zag ik het recept. En dit ga ik dus uitproberen. Ik heb hier een prei, ik heb hier een winterpeen, ik heb een ui. 250 gram champignons. Dan heb ik hier een half kippenbouillonblokje en dat ga ik met water opzetten. En dan ga ik daar twee kipfilets in koken. Even pocheren eigenlijk, niet koken. En dan trek ik die uit elkaar. Dan heb je een soort van pulled chicken-achtig. En dan heb ik ook nog... Thyme en peterselie. Dat gaat er doorheen. En ik heb een kant-en-klare bodem gekocht. Dus zo'n soort van hartig taartdeeg. Omdat ik dat echt niet zelf ga zitten maken. Be my guest. Het zal vast lekkerder zijn als je het zelf maakt. Maar daar ga ik niet aan beginnen. En verder heb je ook nog nodig boter en bloem. En dat gaat zeg maar een soort van roux worden. En dan krijg je dus die lekkere romige saus.
Oké, dit is klaar. Dit ga ik laten afkoelen. Omdat het nog geen etenstijd is. Dan ga ik het strakjes denk ik maken in twee verschillende ovenschaaltjes. En eentje die vries ik dan denk ik met het rauwe deeg zeg maar nog in. Ondertussen ga ik nu nog even een krentenbol eten. Dit is het hartige taartdeeg. Ik heb deze gekocht. Kies een taartdeeg. Alleen jammer dat het rond is, maar oké. Iets minder dan de helft. Zo gebruiken voor deze. Dit kleine schaaltje. En dan heb ik iets meer dan de helft voor deze schaal. Ik spray wat olijfolie in het schaaltje. Dat smeer ik even goed uit erin. Ja, dit is heel erg jammer, maar oké. Wacht, als we nou deze eraf snijden. Ja, nou ja, een soort van dan. Oh, fuck, wacht eens even. Zo heeft hij ook helemaal geen bovenkant. Oh, dit is niet handig. Oké, weet je wat? Dan wordt dit een bodemloze. Het is niet anders. Zo. Dit heb ik dan nog over. Dus nog voor één keer. En dit doe ik gewoon even los invriezen. En dan koop ik wel weer een keer los deeg erbij. Oké. Nou ja, de schoonheidsprijs gaat het niet winnen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het smaakt. En dan gebruik ik wel wat van dit deeg nog hiervoor. Zo. Oh ja, niet vergeten om er een gaatje in te maken. Zodat de stoom kan ontsnappen. Dan ga ik deze denk ik invriezen. Deze gaat in de oven strakjes. En de rest van de vulling ga ik in een zakje invriezen. Dan is dit het resultaat. 2 pies. Ik denk dat elke pie wel echt voor 2 personen kan. En nog een vulling voor nog een pie. Nice. Dit is het resultaat. Het ziet er prachtig uit. Het heeft er 35 minuten in gezeten of zoiets. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik moet zeggen dat ik het een beetje vond tegenvallen. Ik vond het een beetje smaakloos. Of, nou, niet smaakloos. Het was een beetje flauw. En ik miste gewoon... Ja, sowieso had er nog wat meer zout in gemogen. Maar het miste toch nog wat diepgang of zo. Even een update tussendoor. Het is nu een paar dagen later. En ik heb nu de paai uit de vriezer gehaald. Weet je wel, die langwerpige ovenschaal. En ik heb nu een beetje zout over die korst gestrooid voordat die in de oven ging. En toen even dat dakje eraf gehaald toen die klaar was. En nog even een beetje peper en zout erbij. En nu is het echt fantastisch lekker. Tyler vindt het ook heel erg lekker. En ik ga dit zeker toch vaker maken. Maar dan maak ik het gewoon lekker als meal prep. Want op een of andere manier als het gewoon even ingevroren is of zo, dan is het gewoon lekkerder. Ik weet niet wat dat is. Het is nu een paar uurtjes later en ik heb weer theewater gekookt en ik ga dit maken. Een slim cake. En dit is een cakeje voor in je koffiebeker. En hier doe je alleen maar water bij en dan gaat het in de magnetron. 50 ml water. Het ruikt lekker naar chocomelk. En dit cakeje is ook weer suikervrij en laag in calorieën. En hij is ook glutenvrij. Oké, het rauwe deeg is al super lekker. Heel lekker. Dit gaat in de magnetron. 1 minuut. Oké, het is echt goed gerezen. Ik laat het even afkoelen en dan doe ik er wat slagroom overheen. Dit heb ik in huis omdat ik af en toe warme chocolademelk maak. En ik heb een theetje hier zo. En dit is mijn nieuwe favoriete thee. Rustmoment van Albert Heijn Bio. En wat zit hierin? Oh jee, ik heb het doosje niet. Nou ja, als je het per se wil weten, kan je het googlen. Oh, wauw. Oké, dit had ik niet verwacht. Ik ben meestal niet van de dingen met chocoladesmaak. Ik lust wel gewoon chocola, maar ik zou nooit chocoladecake, chocoladeijs, dingen met chocola bestellen. Daarom was ik een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje bang hiervoor, maar dit is echt mega lekker en dit zou ik echt elke dag willen eten. Echt heel lekker dit. Het is gewoon echt een lekker luchtig cakeje. En het smaakt echt heel lekker zoet ook. Oké, nog een aanrader dus deze. En als je helemaal gezond wil doen, dan moet je natuurlijk die slag gewoon weglaten. Maar
Dus met dit cakeje en de thee ga ik deze video weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden dat ik wat nieuwe recepten met jullie heb gedeeld. Doe zeker even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zie je weer bij de volgende video. Ja hoor.